In mei is het feest bij voetbalclub Antwerp. Want dan is het precies 20 jaar geleden dat de ploeg op het gras stond van het legendarische Wembley Stadion. In 1993 speelde Antwerp daar als laatste Belgische club de Europese finale tegen Parma. En al verloren ze met 3-1, toch was het voor de voetbalclub en de 20.000 supporters die meereisden een onvergetelijke gebeurtenis. Nu, 20 jaar later, zal de volledige Antwerpploeg van toen het in een galawedstrijd opnemen tegen oud-spelers van Parma. Een kans om Antwerpsterren als Hans-Peter Leenhoff, Rudy Smits en Alex Czerniatynski nog eens aan het werk te zien.